Het zonnepark Lage Woerd in Ewijk gaat definitief door. Het is de bedoeling dat de 22.000 zonnepanelen in het voorjaar van 2019 klaar zijn voor gebruik. De bouw van het zonnepark duurt ongeveer twee maanden, al dus een woordvoerder van Engie. Energiebedrijf Engie kreeg deze week het groene licht van de Rijksoverheid voor de zogenoemde SDE-subsidie. Daardoor kan het project nu worden gerealiseerd. Engie heeft enkele jaren moeten wachten voordat de subsidie rond was. Het park komt te liggen tussen de Steeg de Koningsstraat en de Goudwerf. De zonnepanelen blijven op 150 tot 300 meter afstand van de openbare weg.